nog steeds een beetje ziek. Een beetje opknappen. Dus maak maar even een lekkere cappuccinootje voor haar. Ik ga hem even maken. Ja. Cappuccinootje gemaakt voor deze kleine uk. En hij is weer lekker. Even kijken wat we met de zijkanten gaan doen. Ja, ik kom toch? Oh my god. Je rijdt te rood, sorry. Schatje, stoppen. Ja, sorry. We zijn onderweg naar Mark de Hond. In de Diligentia. En dan krijgen we dus de kans om hem ook even te spreken. Dus dat is helemaal leuk. Als het goed is, bij de soundcheck en achteraf even. En ik ben ontzettend benieuwd naar zijn theatershow. Ja, ik ook. Ik ben heel erg benieuwd naar zijn verhaal. Het is gewoon een goede mens. Een inspirerend mens. Nou, dat is precies. Ja, ja, snap je me in ieder geval wel. We hebben er zin dus in. Dat. Overzicht ja. Onder meter. Ja. Naar rechts, naar de laatste. Ik ben er helemaal vanaf. Ik ben zo zenuwachtig. Diligentia. Ja, mooi woord. En wat natuurlijk wel nodig is. Rolstoel toegankelijk. Let's go inside. Behind the sea. In de foyer. Dat is lang geleden. Hallo. Hi. Dit is Sergio. Hi, Omar. Heb je genoeg licht of je kleedkamers meer licht? Nou ja, dat kleedkamer. Ik zal naar kleedkamer gaan. Ja, sowieso een cool blue, mooi bedrijf. Ja, nou, het was dus echt super toevallig dat jij. Ik zei net tegen hem: moet je kijken wat hij post? Ja, nou, ik vond hem heel goed. Ja. Dus ik was onder de indruk. Maar het, sowieso vind ik het leuk om bij Coolblue te bestellen. Maar het, soms heb ik niks nodig, maar koop ik gewoon even bij Coolblue. Gewoon om even bestellen. Nee, dat valt wel mee. Maar hoe laat moet je. Nou, ik ga om 8:30 beginnen. Dus, Oké. Maar je bent niet meer zenuwachtig, denk ik. Nee, ik heb deze 83 keer gedaan, dus ja, je zei het. Ik ben het aftellen. Nog 3 en dan is het klaar. Maar wat was nou waar ik nou met jou mee ging? Was dat lulverhalen? Ja, je bent een keer naar lulverhalen geweest. Dus dat is 5 jaar geleden? Of? Jij gaat waarschijnlijk wel verschil zien, want op zich het is nu wel weer 4 jaar geleden. Dus dat, als het goed is ben ik wel ietsje vooruit gegaan. Nou, destijds ging ik gewoon op 1 plek staan en dan ging ik gewoon 1/2 uur verhaal vertellen en dan ging ik van die plek af. Ja. Dus dat is dus nu... Nu heb ik meerdere plekjes. Ja. Ervan uitkijken dat ik niet uitschakel. Dat ik het, wat soms kan het echt gewoon op routine worden. En dan is het ook gewoon. Dat ik gewoon op een gegeven moment aan andere dingen zit te denken. Dat ik denk, oh, dat is misschien een beetje gevaarlijk. Waar gaat het nu over? Deze voorstelling gaat over het overwinnen van angsten. Ja. En over het overwinnen van mijn eigen angsten. Vroeger was ik altijd heel bang. Het gaat over het dappere verhaal van mijn opa. Dus ik ga op onderzoek uit om het oorlogsverhaal van mijn opa te ontrafelen. En ik heb het over de angst in de maatschappij, want ik zie heel veel mensen die zijn bang voor ISIS. En dat ik dan denk, ja, dat is nog nooit in Nederland een aanslag geweest. Of in ieder geval niet van ISIS. Ja. Maar jij schreef in je boek ook dat je zei van, ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad dat ik niet oud zou worden. Ja, dat zit hier nu ook in, ja. Nee, nu heb ik het niet meer, want nu ben ik al oud. Dus, dus ik ben inmiddels, ik ben al 10 jaar over de datum heen waarvan ik dacht dat ik dood zou zijn. Ja, echt waar? Ja, ik dacht dat ik niet ouder dan 30 zou worden, net zoals mijn moeder. Nee. Nou, ik vond je ook weer knijter goed bij RTL Late Night, vooral dat je geschreven toch? Oh ja, dus met de Piet-discussie en zo. Oh, Hans zit in de zaal ook vandaag, ja? de van het Algemeen Dagblad. Oké. Okay. Ik ben nu vriendjes met hem. Ja? Ja, nou, het is, de grap was, ik werd daar uitgenodigd om met hem in discussie te gaan, we waren het gewoon eens. Wat hij eigenlijk zei is, dat tijdens dat Sinterklaas in het land was, dat mensen zich fatsoenlijk moeten gedragen. In die discussie. Ja. Ja, ik vind dat mensen zich altijd fatsoenlijk moeten gedragen in die discussie. Ja. Ik vind het een discussie die goed is om te voeren. En het liefst van alle kanten altijd fatsoenlijk. Of Sinterklaas nou in het land is of niet. En kijk, die discussie is er toch wel. En ik snap heus wel dat als Sinterklaas in het land is, dat dat een moment is om het er ook over te hebben. Want dat is het moment
dat de mensen die zich daardoor gekwetst voelen, de pijn hebben. Het is een beetje gek om dan te zeggen van je mag het op dat moment niet. Maar hij zegt ook het moet veranderen. Alleen de vraag is hoe gaan we de mensen daartoe verleiden die daar nog niet klaar voor zijn. Ja. Ik heb gewoon een aantal mensen gesproken die dat mij zo hebben uitgelegd dat ik dacht, nou ja, dan voor mij mag hij anders. Ja. Maar ik ben niet zo super aan hem gehecht. Dus wij gaan zondag, ik heb zondag voor het eerst met mijn dochter Sinterklaas. En ik heb Mickey Mouse. Dus wij hebben een Mickey Mouse pak en Mickey die komt de cadeautjes brengen. Dus voor mij hoeft Zwarte Piet dat niet te doen. Nee. En ik denk dat mijn dochter veel blijer wordt als Mickey Mouse binnenkomt. Oh, wat grappig. Dus wij hebben nu een Mickey Mouse met een pietenmuts. Dus, Mickey Mouse is de oplossing. En voor de mensen die echt een Zwarte Piet willen, welke kleur is Mickey Mouse? Juist, ja, ja. Juist. Blijft de zwarte muis. Dus ja. Voor ieder wat wils. Ja. Maar het is alleen een muis. Ja. Ja. 15 jaar geleden was het homohuwelijk nog, bestond nog niet. Moet je voorstellen dat mensen voor het eerst hoorden dat de homo's wilden trouwen. Nou, dan dachten mensen dat slaat er helemaal nergens op. En dan werd gedaan, gaan we straks ook met dieren trouwen. Dat soort argumenten werden gebruikt. Ja. En nu is het gewoon normaal en de meeste mensen in Nederland vinden dat het er gewoon bij hoort. En kunnen zich niet voorstellen dat homo's niet zouden mogen trouwen. Dus bijvoorbeeld, ik kijk naar het programma van Gordon, die zoekt... Gordon gaat trouwen. Ik heb 4 afleveringen gekeken en op een gegeven moment kijk ik en ik denk... Hé, wat bijzonder dat ik eigenlijk naar een programma zit te kijken waarin... Ja. Waar mannen met elkaar zoenen. Dat dacht ik vandaag want, ook naar. Want ja. Ik kan me herinneren, 10, 15 jaar geleden, als mannen met elkaar gingen tongen op tv, dat ik dan altijd een beetje dacht van, moet het nou? Of ik heb wel eens gehad dat ik dan op, we hadden, thuis hadden we Filmnet en later werd dat Kanaal Plus. En dan hadden mijn broertje en ik hadden allebei een tv op de kamer. En dat je dan om 11:45 dan, stiekem dat aanzette, heel zachtjes. En dat je dan, dan was ik 17 of zo, en dan zag je dat er zo'n beginnende seksscène was. En dan zag je die billen zo en dan werd er uitgezoomd. En dat ik al bijna in de stemming was. En toen zoomde ze uit. Dacht ik, oh, kut, zijn 2 mannen. Nou ja, dat hoef ik nog steeds, hoef ik nu nog steeds niet te zien. Maar dat ik nu naar tv kijk en ik zie gewoon mannen met elkaar daten. En dat ik gewoon 4 afleveringen gezien heb. En toen opeens dacht, het zijn mannen. Ja. En ja. Dat het nu zo normaal is om dat te zien. En ik denk als je 15 jaar geleden zo'n programma op tv had, dat het nog bijzonder was. Maar het is nu gewoon een datingprogramma van een bekende man die een partner zoekt. Ja, ja. En dat is dan toevallig een man. En dat gaat hetzelfde als bij... Ik vind Gordon heel leuk. Ik denk, ja. Ik vind hem echt heel sympathiek. Ik denk, wat is het een lieve man eigenlijk. Ja, ja. Hey, maar hoe gaat het met je kindje? Ja, heel goed. Ja? Ja, ze is al aan het kruipen en ze staat al op. Dus dat doet ze beter dan ik. Maar 10 maanden nu, dus het gaat heel goed. Ja, ik ben heel blij. Dus, ja. Dus, maar loop je tegen dingen aan nu? Nee, het enige is dat ik, ik doe ook dagen alleen met haar. Dus dat ik echt helemaal alleen met haar ben. Dat gaat allemaal wel. Het enige wat ik nog niet echt doe, is in mijn eentje met haar op pad. Dus als ik alleen met haar ben, dan blijf ik thuis. Ja. En dat vind ik ook wel fijn. En dat is allemaal overzichtelijk, heb ik alles bij de hand. Maar wat mijn vriendin dan met haar doet, is echt helemaal meenemen en overal naartoe. Dat is toch wel een hoop gesjouw. En als je er met Maxicosi of met kinderwagen niet heel erg praktisch. Ik kan er daar niet heel goed in krijgen. Dus ik heb wel een soort idee van ja, als ze net iets beter zelf kan meewerken, ja. Dan doe ik dat wel. Zou je een klein stukje naar voren willen komen? Ja hoor. Ik loopt af hier. Ik was al gewaarschuwd door Koos. Koos Alberts die zei het loopt af in de kleedkamer. Vind je het vervelend als wij wat stukjes van je show? Nee, dan kan je wel filmen. Toch niemand meer. Dus het is nou leuk. Ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Ja. Nou ja. Ik hoor straks wel wat je van vond. Ja. Natuurlijk. Dus, nou. Dan gaan wij gewoon nog even drinken denk ik. Ja. Dan zie je straks Hans. En de baron is er. Heb ik je vroeger pas in Adriaan? Ja. Nou, dat was Paul. Was dat die net hier? Ja. Oh ja. Dat is mijn vriend Paul van Gorkum. Oh. Ja. Ken je hem? En Carcamel. Is hij ook Carcamel? Hij is Carcamel, ja. en de baron. Oh? Ja, ik kom op feesten tegen en die mail ik af en toe met hem. Dus, en hij heeft ook wel verstand van toneel. Ja. Hij trad hier al op in 1940 in dit theater. Jezus. Was hij Hans van Hans en Grietje, zei hij net. Grappig. Ja. Hoe oud is hij dan nu dan? Want ik had... 84. Ik heb nog een lulverhaal. Nee, laat ik aan Mark over. Ja? Zeg, goed plekje, schat. Hey, it's my brother. Okay.
Wachten jullie nou op mij? Wacht ik op jullie? Alleen tot slot even een paar kleine huishoudelijke mededelingen nog. Het is nog een paar weken, gaat iets heel bijzonders gebeuren. Want dan zijn mijn dwarsdezen en ik precies 15 jaar bij elkaar. Die YouTube hoor, maar ik wil even laten zien. Kom maar vast, hè. Komt ie hoor. Tegenwoordig moeten mensen het echt hebben van social media. Dus wil ik graag aan jullie vragen dat als je het nou vanavond leuk vond, zet even iets positiefs op Facebook of op Twitter om je vrienden te tippen. Mocht je er nou vanavond geen reet aan hebben gevonden, zet dan ook even iets positiefs op Facebook om je vrienden te fokken. Dus gewoon, hoe is het nou mogelijk dat ik, die heel slecht Duits sprak, toen heb ik gedacht aan mijn vader, die was huizensloper. Dacht dat sloper in het Duits was Schlosser. Nou, dan kun je wel begrijpen waarom is Duitsland de oorlog verloren. Gaaf, hè? Was leuk, hè? Dat was heel leuk. Je bent bezig met een nieuwe theatershow, maar zijn er nog andere dingen die je in je hoofd hebt om te gaan doen? Ja, ik ga wel sowieso iets op tv doen in het voorjaar, maar het moet nog bekend worden, dus dat kan ik niet op beeld zeggen. Maar het belangrijkste is gewoon dat ik mijn theaterprogramma moet gaan schrijven. Dromen. Ik droom niet zo heel vaak meer, maar als ik droom, dan vergeet ik het ook. Dan schrijf ze op. Ja, dan schrijf ze op, maar dan zijn het kansloze verhalen, ja. Familie. Ik heb een kleine familie, maar wel een goede band met... mijn broers en zussen. En ik heb inmiddels een leuke schoonfamilie waar ik ook een goede band mee heb. Een rolstoel. Vriend of vijand? Nou, sowieso geen vijand. In principe is een rolstoel is de oplossing, niet het probleem. Als ik geen rolstoel zou hebben, dan lig ik de hele dag op bed. Of ik moet hier naartoe tijgeren, dat is ook... Nee, rolstoel is de oplossing. Dus het is, als mensen zeggen, wat mankeer je? Dat ze dan denken dat in een rolstoel zitten, dat is wat je mankeert. Je lichaam doet iets niet. En ik vind het... Eigenlijk als je gaat kijken, het is briljant, hè? Dat je gewoon een oplossing hebt die zo low-tech is, die ervoor zorgt dat mensen die niet kunnen lopen wel overal kunnen komen. Het is echt een briljante oplossing. Sport? Ja, rolstoelbasketbal. Opa. Ja, opa Sam, daar gaan we voorstellingen over. Omdat de voorstelling gaat over angst. En mijn opa was heel dapper, dus ik vond het wel nodig om een dapper verhaal erin te doen. Dus mijn dappere opa... Die helpt uiteindelijk mij van mijn angst af. Super. Ook wel heel mooi toen je ging zingen. Ja, je voelt gewoon een bepaalde emotie, ook met die beelden erbij en zo. En wat je dan zei van, ja, mijn opa die kon niet zingen, maar toch gaf het je een bepaald gevoel. Ja, het was een soort voorbode van hoe ik ging zingen. Ja. We waren vast voorbereid. Ja. Nee, maar dan zie je maar hoe muziek emotie is. Of het nou heel goed is. Ja. Nou, voor mij is het wel... Ik vond het helemaal niet zo slecht, hoor, nou, trouwens. Nee. Ik heb wel een paar zangmeisjes gedaan. En trouwens, het helpt ook wel om 87 keer dezelfde voorstelling te doen en 87 keer hetzelfde liedje te zingen, hoor. Dan heb je getraind. Het is nu wel beter, want ik ben nu... In het begin heb je en gebrek aan talent en de spanning. Ja. En nu heb je alleen het gebrek aan talent, maar niet meer de spanning. Dus dat maakt wel verschil. Wordt toch wat beter. Nou, ik wil je heel erg bedanken. Oh, okay. Ja, eens gelijk. En hopelijk nog snel. Ook het theater uit. Theater op straat. Nou, wie bang is krijgt klappen, maar wie bang is gaat ook op zijn bek. Want een gigantische bloedspoel. En zo, hier ook nog gewoon helemaal. Het is toch nog net zo groot. Ik wil echt gewoon echt tomatensoep voor zijn been. Volgens mij was die gevallen inderdaad over of tegen zijn rollator of over zijn rollator. Ik weet het niet helemaal. Maar toch. Maar de show was super, hè? Ik vond het een onwijs leuke show. Ja. Echt boeiend verteld. Grappig inderdaad. Ja. Ook zichzelf. Ik vond het. Ik merkte een beetje aan hem dat, althans, dat is mijn
interpretatie. Dat mensen hem kwamen complimenteren over de show. En dat hij daar een beetje, beetje wegkeek. Bescheiden. Ja, hij zegt zelf van, als iemand naar je toe komt en zegt van, leuke show. Dan zeg je, dat weet ik. Kijk dan. Gaat de verkeerde kant op bij de pluk. In ieder geval was het een hartstikke leuke avond. En leuke vragen kunnen stellen. En een leuke gesprek gehad. En we zaten ook nog naast de baron. Waar we het even over had. Robots! De robots! De robots! En die blijkt dus, ook Gurkemel te zijn. Ik dacht dat je auto gestolen was. Ik zag hem niet. Ja? Heb ik al een keer eerder gehad. Dus geslaagde avond. Mark, dankjewel. Doei.